Mijn naam is Sarah de Jong, ik ben 23 jaar en Fusion World Champ. Meer 61, meer 64 kilo. Sarah, too strong, de Jong. Via school kwam ik eigenlijk een beetje, want ik deed altijd een sportklas en dan kon je kennis maken met verschillende sporten. Toen heb ik hier 3 weken kickboksen gedaan. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik eigenlijk best wel leuk vond om gewoon lekker te rammen en te gaan en los te gaan. En toen was er dicht bij mij in de buurt een sportschool en daar zat Team van de Giessen en daar ben ik toen gestart en toen verliefd geworden op deze sport. Om daar te staan en de spanning te voelen en alles te willen geven voor een sport. En dat kon ik in het kickboksen vinden. En dat is wat iets mij triggerde naar het kickboksen. En mijn ouders vinden het hartstikke leuk. Die vinden het te gek. Die zijn het liefst bij elke wedstrijd aanwezig. Dus die zijn echt helemaal om. Die steunen me volop. Ja. Ik kan niet beter ouders wensen. Echt niet. In de ring gaat een knopje om. Ja, nou, eigenlijk al van tevoren als warming up start, dan gaat de focus en dan het komt er even een andere Sarah naar boven, zeg maar. Moet ook, maar dan is er iemand anders in de ring. Dan is geen genade en gewoon gaan. Ik sta tegen de Noorse Madeleine Softerland. Vanuit de toernooien ken ik de naam en vanuit daaruit ben ik tegen haar gematcht. Ze heeft wel tegen vechters gestaan, Noël Tita. Maar die, ja, dat zijn nog wel wat oudere bekenderen. Maar ze moet gewoon pakken. Ja, geen twijfel over mogelijk. Daar moet ik gewoon overheen gaan. Gewoon 5 rondes domineren. 16 november sta ik in de Martini Plaza voor de World Title min 61 kilogram tegen Madeleine Softerland. En de titel die blijft in Groningen.